Hallo allemaal en welkom terug bij Molenaars Games. En vandaag ga ik jullie de Arrow Cam mod laten zien. Want iemand had mij gevraagd om het eens op te zoeken en ja, hij vond er geen en ik heb dus een gevonden. Dus ik zal jullie laten zien hoe het werkt en weet ik veel. Als je normaal gezien schiet, zie je dan. Hola. Dan schiet je normaal in het rond en al. Maar als je nu gaat kruipen dan, als je gewoon bukt en dan gaat schieten, zie je dat deze een volgt. Nu, mijn computer is wat trager, dus je ziet dus dat deze die constant volgt. Maar als je bijvoorbeeld in het midden van de vlucht stopt met kruipen, gaat hij terug naar de normale positie. Dit is natuurlijk wel een handige mod, omdat je dan kunt zien waar je naartoe moet gaan ofzo. Bijvoorbeeld, je kunt ook dan paarden achterna gaan. Je kunt zien dat ze in de fik vliegen ofzo. Deze mod is ook heel handig, bijvoorbeeld bij met multiplayer servers dat je tegeneen moet gaan schieten. Het werkt met multiplayers. Ik weet wel niet of het werkt op een server of zo, maar het is wel altijd een fijne mod. En voor tijdens PvP wordt mij juist ingefluisterd. Nu, je kunt het dus voor overal gebruiken, ook die alle dieren. Zoals een koe. Nou, dat is te kort bij. Of je kunt naar je eigen schieten. Wohohoho. Altijd leuk. Nou ja. Het was maar een korte modje case. Dit houdt de mod dus in, dus je moet gewoon kruipen om de pijl te kunnen volgen. Bedankt voor het kijken.